Ik ben in het oude Luxor Theater en dat wordt op dit moment verbouwd. Het doet me altijd een klein beetje pijn als daar met hamers tekeer wordt gegaan. Want ik hou heel erg veel van het oude Luxor. Maar het is voor het goede doel. Want we krijgen een dieper toneel, het wordt comfortabeler, we krijgen meer kleedkamers. En alle stoelen in de zaal die worden vernieuwd. Het worden comfortabelere stoelen met meer beenruimte. Want er werd nogal eens over geklaagd. En om dit allemaal te realiseren heeft het Luxor echt een fantastische campagne bedacht. Je kunt je eigen stoel adopteren in het Luxor. We gaan de zaal in en dan vertel ik er meer over. Nou, dit vind ik eigenlijk natuurlijk verschrikkelijk om te zien, dat alles helemaal kaal is. Maar ja, dat is met elke goede verbouwing. Je moet eerst door de rotzooi heen voordat het weer mooi wordt. Dus ik ga er maar vanuit dat het helemaal goed komt, weet ik zeker. En het oude Luxor, ja, dat loopt heel mijn leven al met mij mee. Het was het theater waar ik als kind als eerste, het eerste theater waar ik zat als kind. Bij Tineke Schouten, bij Joep van het Hek. Toon Hermans heb ik hier nog gezien. Het is het theater waar ik tijdens het 100-jarig bestaande kleedkamer mocht delen met Corrie van Gorp. Toch een van mijn jeugdidolen. Ja, en waar ik heel veel premières heb gespeeld. Waar mijn familie tot diep in de nacht en vrienden lekker hebben zitten drinken in de artiestenfoyer. En het is echt niet zo dat ik, dat ik dat over andere theaters ook zeg. Ik zeg het altijd, jongens, ik vind het bij jullie geweldig, maar mijn hart ligt in het oude Luxor Theater. Kijk, ik ben slecht met verandering, maar ik denk ook wel dat het goed is dat het weer een klein beetje een lift krijgt en meer naar deze tijd getrokken wordt. Want de stoelen waren inderdaad qua afstand nog een klein beetje voor mensen van de lengte uit 1940. Nou, dit is dus rij 8, het midden. Dus ik denk dat hier ongeveer mijn stoelen komen. En dan hebben mijn vrienden en familie prachtig uitzicht. En mijn naam staat er ook nog op, mochten ze die kwijtgeraakt zijn. Adopteer een stoel. €450, dan is die 5 jaar voor jou of voor je bedrijf. En dan komt er ook een naamplaatje op die stoel. En 1 keer krijg je dan een hele speciale avond die je mag beleven vanaf die eigen stoel. En je kan ook gewoon vriend worden van het Luxor, want je kan geen vrienden genoeg hebben, denk ik altijd. Maar €60 per jaar. En 1 keer per jaar krijg je dan een exclusief kijkje achter de schermen. Misschien kom je mij wat tegen. Het is niet te hopen voor je, maar het zou kunnen. En als je nou zelf allemaal rustig even wil bekijken, kijk dan even op www.luxortheater.nl. En dan wordt het veel duidelijker uitgelegd dan door mij. Ik wens jullie een hele mooie kerst.